Ik ben teruggegaan naar school. Om 3 uur kwam ik op school aan. Die kinderen zaten allemaal in de klas. Ik ga naar mijn tafel. €13.000 hadden die kinderen bij elkaar verdiend. €13.000. En nog een koffertje van het geld net. Dus ik zeg... Edsel, wat heb jij gedaan voor zoveel geld? Aan mij, meester? Ik heb precies gedaan wat die meester mij gezegd. Wat? Wel, meester, ik ben naar die supermarkt gegaan. Ben ik buiten gaan wachten op die oude mevrouwtje. Toen is die oude mevrouwtje naar buiten gekomen. Ik ben op haar afgelopen, ik heb een mevrouwtje. Heeft u voor mij misschien een paar geld voor de buitenschoolse activiteiten zo? Toen is die vrouwtje in de portemonnee gegaan. Om ze me inhuilde geven. Ik zeg, geef me de rest ook, bitch. Dat is mijn school. Yo, randcrimineel. Wat leer je op deze manier van de maatschappij, jongen? Huh? Wat leer je van die maatschappij zo? Aan mij, meester? Meester, wil weten wat ik heb geleerd? Ik heb geleerd, meester, als je kans is daar, je moet het pakken, zwaar. Meester, luister me goed, hoor. Als die ijzer is heet, je moet die kleren strijken, zwaar. Kwesi. Joop. Joop, wat heb jij gedaan? Meester, ik. Ik heb een brommertje verkocht voor de helft van de prijs. Je eigen brom? Tuurlijk niet, meester. Meester is een beetje ziekie volgens mij. Ik heb niet eens een brom. Nee, meester, ik heb een deal gemaakt met die guy van wie die brom was. Hij krijgt toch een nieuwe van de verzekering. Maar mijn god, jongen, dat is toch oplichting van de verzekeringen? Ja, maar zij ligt ons toch ook op, meester? Hoe bedoel je? Meester, denk goed na. Elke maand, maand in, maand uit, jaar in, jaar uit, betaal je hoopdoekoe aan die gasten als premie. Een hoopdoekoe. En als er niets gebeurt, krijg je ook niets terug. Dat is oplichting. Hij zegt trouwens, meester... Die guy die brom heeft gekocht is blij, want hij heeft eentje voor de helft van de prijs. Die man van wie die brom was is blij, want hij krijgt een splinternieuwe van de verzekering. En meester moet ook blij zijn, want ik heb ook doeken voor de schoolkrant gebracht. Hoe bedoelt u? Zeg maar jongen, maar zo leer je toch niets van deze maatschappij? Oh jawel, ik heb wel wat geleerd hoor meester. Wilt u weten wat? Ik heb geleerd dat Nederlanders wel van een koopje houden. Liever ga je weer voetballen hoor. Ahmed, wat? Wat, meester? Wat? Wat? Oh, rustig, man. Ik wil alleen weten wat jij hebt gedaan. Oh, sorry, meester. Ik dacht, meester gaat voor mij vragen waar ik kom vandaan is, joh. Sorry. Meester wil weten wat ik heb gedaan? Meester weet precies wie is Ahmed, hè? Meester weet, Ahmed, nooit sober doen. Ik altijd eerst goed denk. En dan ik ga doen. Ahmed, nooit over één nacht glad ijs schaatsen. Nooit. En daarom ik zat zo te denken, meester. Ik echt denken, denken zo. Weet ik echt overal denken zo. En toen dacht ik, hey, misschien is het goed. Als ik de groepsproject... Meester weet al mijn vrienden? Meester weet Hassan? Hassan draagt bril. Hassan ziet goed. Hassan is voor inzicht. Meester weet Ali? Ali heeft groot hoofd, meester.
groot hoofd. Ali weet veel. Ali is voor informatie. Ik zelf alles goed organiseren en alles goed regelen, zo ik voor coördinatie. Meester weet Latif. Latif is goed met sport, karate, taekwondo, hij snel rennen en zo, hij vlug, alles weet u. Latif is voor efficiëntie. En meester weet Mustafa. Mustafa vader rijdt een busje. We kunnen allemaal meerijden met busje. Mustafa is voor transport. Klinkt dat geweldig of niet? Ja toch? Dus ik zeg, goed zo jongen, jij komt nog ver man. Ik hoor je, ga door. Wat heb je gedaan? Wat verder? Vertel. Ik zeg, wel meester. Weet je, we hadden van een rij, zo'n beetje Amsterdam, bij zo'n rij zo, hè. Bij Rotonde, wij gaat rond zo. Stoplicht is rood, wij stop zo. Ook vooral een beetje rijden zo. En plotseling zegt Ali tegen mij, ik weet. Ik zeg, wat? Hij zegt, ja, ik weet. Ik zeg, wat weet jij, Ali? Wat weet jij? Allah! Hij zegt, ja, ik weet. Komt elke dag tegen 1:30. Die rode busje met die blauwe sticker. Bij ABN. Dus wij rijden naar ABN, meester. Wij daar wachten. 1:15 gaan busje. 1:30 gaan busje. 1:45 gaan busje. 2:00 nog steeds geen busje. Wij denken, busje heeft voor ons voor de gek gehouden. Weet je, busje komt niet meer of zo. Maar gelukkig, hè. Wij zijn net weggaan, maar Hassan stond op uitkijk, hè, want Hassan ziet goed. Dus Hassan zegt, nee, wacht, check op. Dus wij allemaal snel schuilen achter een muurtje, weet u, meester. We zo schuilen. Kom busje aangereden met blauwe stickers, zo, weet u. En ja, toen stapt man uit met koffertje. Ik weet, Latif is snel, efficiënt, hè. Dus Latif rent op man toe, zegt man, Latif was veel te laat, meester. Latif slaat met rechts, hij schopt met rechts. Man valt op grond, valt koffertje op grond, pak Latif koffertje, meester. Ik pak koffertje, wil op sneller wagen van Mustafa. We springen Mustafa en Mustafa rijdt weg, meester. En is goed, Mustafa kan snel rijden, meester. Anders wij was nooit voor 3:00 terug op school. En dan vind je het vreemd dat die Nederlanders de pest aan jullie krijgen. Je kan het toch niet maken, jongen? Huh? Wat leer je zo van die maatschappij, hè? Meester, kalm, hè? Meester, kalm. Ahmed, kalm. Alles kalm. Wat heb je dan geleerd, Ahmed? Meester wil weten wat ik heb geleerd? Zal ik zeggen voor meester, hè? Weet wat ik heb geleerd, meester? Ik heb geleerd... Eendracht maakt macht, meester. Meester, onthoud goed, hè. Hoe meer zielen, hoe meer deugd. Zeg, jongen. Denk weer aan je aandelen, hè? Ik verzoek je.